dit moment worden de eerste vrachtwagens ingeladen met allemaal essentiële hulpgoederen. Onder andere 15.000 slaapzakken, dekens, matjes om op te slapen, zaklampen. Het wordt nu koud in het Atlasgebergte, dus we focussen ons echt op de essentiële hulpgoederen die nodig zijn tegen de kou. We zijn heel blij dat we gezamenlijk in actie komen en deze spullen de warmte kunnen gaan brengen naar de mensen getroffen in Marokko. We hebben ons aangesloten om hierbij te helpen, omdat we het ontzettend belangrijk vinden dat deze goederen naar Marokko toe gaan om de getroffenen te helpen. Ik heb hier bij me een shelter suit en een shelter bag. Dit zijn hulpgoederen. Dit is een jas met een afrisbare slaapzak. Helemaal ontwikkeld voor, gedesigned voor dakloze mensen. Is die lekker warm? Zeker. Hij is goed warm inderdaad. En dit is een matje. Hier zit een hoofd die je met tentsokjes kan opzetten, zodat je een tentje hebt. In een van deze twee producten met een heel klein beetje goede kleding of een slaapzak blijf je toch warm en overleef je het veel beter. We krijgen dagelijks van onze mensen daar videobeelden te zien en ze zijn daar ter plekke. Dus dan weet je ook wat er nodig is. En we zijn heel blij met deze actie. Wat voor spullen gaan jullie allemaal leveren? 15.000 slaapzakken en duizenden matjes, thermokleding voor mannen, vrouwen, kinderen, dekens, zaklampen. Ja, eigenlijk alles wat nodig is op dit moment. Morgen zullen alle 8 vrachtwagens tot de nok toe volgeladen zijn en vertrekt de karavaan naar het rampgebied in Marokko. We gaan naar allerlei getroffen dorpen. Dus we hebben een heel netwerk van lokale stichtingen die al actief zijn daar. En in kaart hebben gebracht waar welke hulp nodig is. En vanuit daar gaan we gezamenlijk in actie komen. Ja, ontzettend fijn. Want de mensen hebben daar nu ontzettend hard nodig. En het helpt als heel veel partijen de krachten bundelen en kijken hoe ze een bijdrage kunnen leveren. Ja, zo kun je het verschil maken. Dat is het. Wel die kant op. Zeker weten.